Ja, de bijdrage die ik graag wil leveren ook voor vanmiddag komt eigenlijk voort uit twee overtuigingen die ik heb. Enerzijds de overtuiging dat het gedrag van mensen heel erg gestuurd wordt door de inrichting van die openbare ruimte. Dus dat het daarom ook zo belangrijk is wat we daar in die openbare ruimte doen en hoe we daarin kiezen. Um, en um, anderzijds, uh, ook al ja, mijn, mijn ingenieursachtergrond uh, uh, heeft toch ook altijd behoefte aan houvast. Aan, ja, dat is allemaal leuk en aardig, al die verhalen over het waarom en hoe en belangrijk. Maar hoe dan? Uh, wat, 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 wat moeten we doen? En daar uh, uh, ga, ik, ga ik proberen een, een, een breinaald door te steken van, uh, vandaag. En ik denk dat het uh, uh, gewoon begint met de constatering die uh, Wouter ook al, uh, al deed. We, we worden van de ene naar de andere crisis uh, geslingerd. Um, en die verschillende crisissen die hangen enorm uh, met elkaar samen. En. Um, ja, een voorbeeld is de woningbouwcrisis. Als je, dat, als je dat wil oplossen, loop je tegen de stikstofcrisis aan. En als je dat al opgelost hebt, dan heb je weer onvoldoende arbeidsmigranten om het werk te doen. Enzovoort. Enzovoort. En de achtergrond daarachter is dat we die uh, systeemtransitie aan het doormaken zijn. En dat gaat met een hele hoop onzekerheid en een hele hoop uh, veranderingen gepaard. En dat, uh, dat merken we alle dagen. Ja, dat die tijden veranderen. Dat merken ook de bedrijven bijvoorbeeld. Dus waar bedrijven voorheen gestuurd werden op uh, korte termijn aandeelhouderswaarde, om het zo te zeggen, kun je nu als bedrijf niet meer uh, overleven. als je niet ook rekening houdt met je uh, CO2-emissie. Um, en als het al niet vrijwillig is. Dan, dan worden de, de emissieregels worden strenger, uh, je social return of investment. Dus je moet ook met je menselijke kant steeds meer uh, rekening houden. Dus als je duurzaam wil ondernemen, dan moet je daar ook uh, steeds meer rekening mee houden. En dat geldt voor bedrijven, maar dat geldt ook voor de overheid zelf. En uh, in het uh, advies van de uh, Raad voor de Leefomgeving uit 2021, die hebben uh, op, de, op verzoek van de Tweede Kamer een advies uh, opgesteld over wat dat betekent voor het mobiliteitsbeleid van die overheid. En daaruit uh, kwam het advies voort, stuur op brede welvaart. Nou, best een uh, algemene en complexe vraag van hoe stuur ik dan op, uh, op brede welvaart. Uh, daar zijn we natuurlijk ook binnen Goudappel veel mee bezig, van uh, ja, wat betekent dat voor ons? Um, en een aantal dingen kunnen we daar in ieder geval van vaststellen. Dat mobiliteitsbeleid traditioneel veel meer gestuurd wordt door zaken als is er voldoende capaciteit, is het systeem veilig, is het um, uh, allemaal bereikbaar uh, voor iedereen. Allemaal vragen binnen de eigen uh, sector. Maar tegelijkertijd, uh, in, het, in het nieuwe denken daarover, heb je veel meer te maken met wat betekent het uh, voor wie. Dus met die verdelingseffecten. Want je kan het voor de ene wel oplossen, maar wat betekent dat uh, voor de ander? En uh, Amerikanen die kunnen dat altijd uh, veel beter communiceren dan, uh, dan wij dat kunnen. Dus ik vond daar deze prachtige afbeelding van. En uh, ik vind het ook inspirerend als je dan denkt over uh, voor wie, van uh, ja, wat streef je dan naar? Want ook daar kun je politiek nog verschillend over denken. Je kan denken van nou, ik streef naar een maximaal effect, even los van het feit bij, bij wie het belandt. Ik streef naar dat het voor iedereen hetzelfde is. Uh, dat, dat zou ook kunnen. Uh, maar de bredere politieke overtuiging uh, is toch van dat het in ieder geval voldoende moet zijn voor uh, alle groepen. Dus betekent voldoende bereikbaar of uh, voldoende toegankelijk voor iedereen. Een tweede is natuurlijk dat de uh, mobiliteit een belangrijke bijdrage leeft aan de woningbouwopgave. Uh, Wouter zei het ook al: je kan eigenlijk niet meer bouwen de grote woningbouwopgave in dat buitengebied. Die ruimte is er niet, het moet in het bestaand uh, stedelijk gebied. Maar het kan alleen in het bestaand stedelijk gebied als we dat met veel minder ruimtegebruik doen. En een van de belangrijke elementen daarvan is het, de auto en het gebruik van de auto, de stilstaande auto, de geparkeerde auto. Dus dat moet uh, minder en anders. De bijdrage van mobiliteit aan de verduurzaming. Nou, dan hebben we het vaak over uh, de uh, energietransitie die daar natuurlijk uh, bij hoort. Maar het gaat ook over grondstoffengebruik. Uh, het gaat over circulariteit. Het gaat dus over uh, elementen waarom mobiliteit een uh, effect heeft op onze planeet. Uh, en hoe we dat kunnen inperken en hoe we daar, uh, dat kunnen reduceren. Maar het meest pregnante daarbij is de energieopgave. Mobiliteit heeft ook heel erg te maken met de sociale opgave. Kan iedereen meekomen? Niet alleen uh, is het uh, uh, toegankelijk voor iedereen, maar ook uh, qua kosten... We spreken veel over deelmobiliteit, maar het heeft geen enkele zin om uh, op deelmobiliteit in te zetten als iemand uh, dagelijks daarvan gebruik moet maken en geen, um, uh, niet gecompenseerd wordt voor de kosten die daarmee uh, te maken hebben. Dus het is te makkelijk om dat uh, als alternatief in te zetten. Maar denk ook aan parkeerkosten. Denk aan de kostenontwikkeling van het OV. We hebben onderzoeken die nu ook duidelijk laten zien dat als we niet fundamenteel iets uh, doen aan de kostenverhoudingen tussen openbaar vervoer en uh, het gebruik van de auto, dat we in Nederland helemaal klem lopen. Um, en dat gaan we niet oplossen, want er is geen ruimte, zowel qua stikstof niet, maar ook letterlijk niet, enzovoort, enzovoort. Dus er zullen ook op dat gebied ten aanzien van die kosten en de gebruikskosten uh, rekening gehouden moeten worden. Maar het gaat natuurlijk ook over de bruikbaarheid technologisch. Snap ik dat? Kan ik reserveren? Kan ik betalen? Weet ik waar ik aan toe ben? Uh, een van de basisbehoeften van de mens. Betrouwbaarheid. Is het systeem betrouwbaar? Enzovoort. Begrijp ik het. Eigenlijk is de conclusie dat je uh, niet meer en uh, uh, Wouter trok die ook, dat je niet meer vanuit uh, mobiliteit en vanuit de bestaande systemen tot oplossingen voor al deze issues uh, kan, uh, kan komen. Maar dat je heel sterk moet gaan redeneren vanuit ja, maar waar wil ik eigenlijk naartoe? Hoe kan ik een systeem bedenken dat uh, een antwoord kan bieden op al deze uitdagingen. En daar heb ik een keuze in als uh, mens, als overheid, als uh, gezamenlijke mensen in een wijk, enzovoort, enzovoort. En die keuze, die moeten wij, denk ik, als professionals helder zien voor te leggen. Um, het voorbeeld in de VS waar Broadway de keuze maakt om dat op een gegeven moment af te sluiten. En is dat allemaal verantwoord, doordacht? Kan dat allemaal? Nee, maar we willen het en daardoor kan het. En als we het doen, dan verandert het vervolgens het gedrag. en vervolgens zien mensen: hé, hey, het kan wel en het, dit levert het op. En dan ontstaat er geleidelijk ruimte voor gedragsverandering die daar het gevolg van is. Dus het is. Onze overtuiging dat we niet meer eh, reactief op alle uitdagingen moeten staan, maar dat we proactief moeten staan en echt moeten beginnen met te denken vanuit de stad die we willen zijn en daar eigenlijk al het mobiliteitsbeleid van eh, ondergeschikt aan maken, afhankelijk van maken. En dat betekent dat je er niet bent met alleen de inrichting van, het, van de openbare ruimte, maar dat je moet kijken waar je verstedelijkt. Dat doen we ook al veel al. Dat je moet kijken hoe je met de parkeeropgave omgaat dat je moet kijken hoe je met verkeersmanagement omgaat. Welke uh, netwerken prioriteit hebben waar, wanneer en waarom. Dat je uh, verkeersprognoses anders uh, gaat inrichten. En je openbaar vervoerssysteem. Nou, over die verkeersprognoses, uh, dat is wel aardig ook om dit verband te benoemen. We hebben eigenlijk uh, lange tijd uh, veel al gewerkt. En ProRail en Rijkswaterstaat doen dat nog in grote mate. Uh, volgens het principe predict and provide. Dat betekent uh, dit komt eruit en dat betekent dat daar capaciteitsproblemen zijn en die moeten we dan vervolgens uh, oplossen. Wij zet, ja, en dat wordt dan nog gedaan volgens het uh, voor de verkeerskundigen onder ons het WLO scenario Dat is één scenario wat dan door het Rijk wordt voorgeschreven. Nou, als je in deze tijd met al die transitie nog weet wat zekerheid is. He, dan, uh, dan mag je bij mij komen melden, want volgens mij weet niemand dat meer, waar we in die transitiewereld naartoe gaan. Maar we kunnen wel proberen met die onzekerheid om te gaan. En dat, uh, dat we de modellen creëren die niet één scenario, maar 750 of 1000 scenario's hanteren en dan de kans bepalen dat we op de goede plek uitkomen. Um, nou, die richting zijn we ook in op, uh, op aan het denken. Dat betekent van, we willen hieruit komen. Wat moeten we nu doen om daaruit te komen? En is dat het Rijk die iets moet doen? Is het de provincie die iets moet doen? Of is het de gemeente die wat uh, moet doen om die kans te vergroten? Er is overigens niks nieuws. In de financiële wereld gebeurt dat altijd al. Op basis van wat zijn de verwachtingen van rendementen op vermogen? Nou, allerlei scenario's worden daarvoor uh, uh, gehandeld. En dan wordt de kans dat je met een bepaald vermogen... een bepaald rendement haalt, wordt uh, berekend. Die kant uh, denken we dat het opgaat. En vervolgens... Alles wat je doet op het gebied van mobiliteit willen we afspiegelen aan de hand van vijf hanteerbare, enigszins hanteerbare doelen ten aanzien van brede welvaart. Dus wat betekent het voor het economische systeem en de efficiëntie? Wat betekent het voor de duurzaamheid? Wat betekent deze ingreep voor de kwaliteit van de leefomgeving? Wat betekent het voor de gezondheid? En wat betekent het voor de sociale inclusiviteit? Proberen, of je nou met een parkeervraag bezig bent, een verkeersmanagementvraag of met een verstedelijkingsvraag. steeds vijf uh, toetspunten voor ogen te houden. Van, nou laten we het in ieder geval vanuit deze invalshoeken benaderen. opdat je dus uh, zo duidelijk mogelijk die bijdrage aan die brede welvaart kan uh, ophangen. En dan kom ik bij mijn andere behoefte. van nou als ik dit dan weet, wat voor stad wil ik dan zijn. Um, en wat staat mij dan vooral in de weg om dat te zijn? Dan is er natuurlijk heel veel discussie mogelijk over wat je wil met de ruimte. Maar het is ook een van de eerste dingen waar je altijd uh, discussie over hebt... is dat de huidige ruimte door die auto wordt benut. Die is vanzelfsprekend uh, ingenomen. Uh, mooi voorbeeld van Christian, uh, de vanzelfsprekendheid die, die daarin uh, zit. Men voelt het niet eens meer als dat je het recht hebt op die ruimte. Dus dan gaat het om de rechtvaardigheid van uh, de ruimte. Dus hoe pas ik... Uh, die uh, vijf vragen toe op die openbare ruimte. En hoe krijg ik die auto eruit? En ik heb bij mezelf eens nagegaan wat voor strategieën we daar nou eigenlijk voor gebruiken. En ik kwam op een zevental. Dus wil ik even langslopen. En dat begint bij de kracht van de olievlek: begin ergens. Doe wat, het heeft een olievlekwerking, om zo te denken. Zo zijn we in Nederland ook begonnen met het parkeren van de markt af te halen. En inmiddels hebben we autoluwe binnensteden. En inmiddels zijn we in heel wat steden bezig met de auto van die ring uh, af te krijgen. Uh, de kracht van de olievlek, het hoeft allemaal niet uh, meteen vandaag. En dit is een voorbeeld van uh, bijvoorbeeld Tilburg, waar dan uh, uh, voorheen een groot autoverkeersplein uh, uh, ligt op de ring. Waarin het in de huidige situatie het al stevig is teruggebracht. en waarin het nu in uitvoering is om daar een groenplein van te maken. Veranderende maatschappelijke omstandigheden, maar ook de kracht van de olievlekken. Een tweede wordt ook al veelal uh, gedaan, denk ik. Veel gemeenten die werken daar ook uh, inmiddels bij met die mobiliteitsprofielen. Een A-zone, een B-zone en een C-zone. Een A-gebied waar je hoge dichtheid, hoge nabijheid hebt, uh, waar je. Um, um, ook een, een lage autoafhankelijkheid hebt. En waarbij je eigenlijk de ruimte hebt om die, die openbare ruimte ook veel meer in te richten, volgens de uh, volgens principes van, van, van het gebruik die dat je daaraan wil geven. Dus de autoafhankelijkheid is daar veel minder. In het B-gebied is die iets groter, maar is het uh, naast de andere uh, aan de hand. En bij C zeggen we dan, uh, probeer dat meer te scheiden van elkaar. En de, de manier waarop je die ruimte inricht, naarmate je dus de autoafhankelijkheid lager is, kies daar dan ook voor en geef dat handen en voeten. Parkeren op afstand is een derde. Een zware inzet op parkeren op afstand. En ik vind het bijzondere dat dat um, ook een dynamisch proces is. Dus dat je uh, ermee begint... En geleidelijk aan zie je dan dat het parkeren, wat eerst nog voor bewoners in de openbare ruimte in het centrum wordt toegestaan. Geleidelijk aan worden de bezoekersparkeergarages daar bewonersparkeergarages. En parkeergarages aan de randen van het B-gebied, zoals we dat dan noemen. Uh, worden meer voor bezoekers ingericht. Ook daar zie je de ruimte om een fiets te gebruiken, uh, wat we voorheen ook nog niet kenden. Dus naarmate die omgeving meer is ingericht op de fiets, wordt het ook vanzelfsprekender om je auto te parkeren en de fiets mee te nemen in dat gebied. Ik derde, waar we denk ik wel wat, uh, nog wel wat meters kunnen maken, uh, dat vat ik even samen onder de, stadsle de term stadsleefgebied. Um, een stadsleefgebied is voor mij een ruimtelijk samenhangend gebied waar uh, eigenlijk alleen bewoners komen, in hoofdzaak. Dus waar uh, de auto uh, mogelijk nodig is om bij je huis te komen, maar niet nodig is voor doorgaand verkeer of om andere bestemmingen uh, te bereiken. Het is een gebied wat uh, je de ruimte geeft en de vrijheid geeft om die uh, ruimte ook in te richten voor, uh, voor fietsers, voor voetgangers, voor uh, meer vergroening en andere functies. Door die duidelijk te definiëren, vroeger deden we dat bijvoorbeeld met het woonerf, en dit is een soort schaalvergroting van het, wo het woonerf, werd het 30 gebied en het 30 gebied werd uh, eigenlijk het hele stadsleefgebied, wat, uh, wat mij betreft. Dat is een deel van de stad, dus wat, uh, waar je die ruimte hebt om dat meer met de vrijheid uh, in te richten. Binnen die gebieden. Kan eigenlijk zonder heel veel uh, na te denken zo het 30 worden ingevoerd. Um, en dat betekent voor een uh, groot, groot deel van de stad dat dat uh, ongelimiteerd kan. En zelfs binnen die 30 gebieden kan je weer uh, de laatste stukjes naar de huis, kan je, kan je zelfs voor 10 uh, kilometer per uur uh, inrichten. Het het feit dat het hier alleen om bestemmingsverkeer gaat, de, de last mile, zeg maar, geeft je heel veel ruimte. Ruimte die we in het verleden lang niet altijd vanzelfsprekend hebben gegeven. Het betekent wel dat je heel goed moet nadenken over wat is dan de route van A naar B en welke route faciliteer ik uh, en welke faciliteer ik niet. Veel meer bundelen van uh, parkeervoorzieningen. is een zesde. En daar valt natuurlijk ook veel over te zeggen. Vaak, vaak uh, gaat het dan over wat is de afstand tot mijn geparkeerde auto. Die mag echt groter. Die mag echt veel groter. Alleen als je naar de wijken gaat en je gaat vertellen dat je de auto op grotere afstand moet zetten, is iedereen tegen. Dus je zult dan met een verhaal uh, moeten komen. Wat, wat gebeurt er dan in die wijken? Dus wat krijg je ervoor terug? Op het moment dat ik die afstand vergroot, men vindt het volstrekt vanzelfsprekend in een vakantiepark of op een camping. Um, maar als het op de eigen woonwijk aankomt, dan is het in één keer een groot probleem. Terwijl ik op het moment dat ik dat toelaat, ik meer, veel meer ruimte heb voor multifunctioneel gebruik van parkeervoorzieningen. Dus bijvoorbeeld voorzieningen van werkgelegenheid die juist niet gebruikt worden tijdens, werk, tijdens het woon. tijdens overdag. Sorry. <laughs> of sportvoorzieningen of andere. Uh, bij mij tegenover ligt, ligt een heel parkeerterrein voor een sportvoorziening. En ik denk dan vaak: God, waarom parkeren we daar dan uh, niet, uh, niet gewoon? Uh, dan, uh, dan kunnen we dat laatste stukje toch gewoon lopen. Um, en het, maar het bundelen van die voorzieningen geeft ook veel ruimte om te kijken: of, ja, maar hoe kom je daar dan? Uh, dus die routevorming van en naar uh, die gebundelde voorzieningen kan veel geconcentreerder zijn. Dit vind ik ook interessant. Ik zou iedereen gunnen om op loopafstand binnen een kwartier een, aantrekkelijk, een aantrekkelijke plek te vinden in zijn woongebied. Laten we zeggen de buurt. Een plek waar je je brievenbus hebt, om het in het minste geval maar te zeggen. Dat kan altijd, zou ik bijna zeggen. Maar zet die brievenbussen niet willekeurig ergens neer, maar concentreer dat op plekken. Een plek waar je. Uh, misschien naar de cafetaria gaat, of op eenzelfde plek waar je kinderen naar school brengt, of op eenzelfde plek waar een buurthuis is, of waar een brandweerkazerne is die heringericht moet worden, maar die zo uh, aantrekkelijk is in, een, in zijn historische context. Een plek in ieder geval waar je graag even naartoe loopt als je je hond uitlaat. En daar, op die plek, kun je dan ook deelmobiliteitsvoorzieningen uh, genereren. Maar als wij vanuit onze discipline weer gaan nadenken waar die deelmobiliteitsvoorzieningen moeten liggen, dan komen ze weer op een andere plek terecht, dan de, waar iemand anders vanuit zijn of haar discipline gaat denken, waar het buurthuis moet liggen, of en, enzovoort, enzovoort. Dus creëer een kloppend hart eh, in de buurt en hou die verplaatsingen eigenlijk vast. Het is een soort spons. Hou het in die wijk vast dan, en maak het uitnodigend om daarheen te lopen. Dus dat zijn. De, Strategieën die elkaar, denk ik, kunnen versterken. Um, die natuurlijk niet zo eenvoudig zijn als ik het hier doe voorkomen. Het zijn allerlei mitsen en maren, maar die op een bepaalde manier elkaar ook uh, kunnen versterken en echt de mogelijkheid bieden om veel meer ruimte in die stad uh, te maken. Ruimte voor de stad die je wel wilt zijn. Uh, ruimte die uitnodigt om, um, om elkaar te ontmoeten. Ruimte die uitnodigt om te wandelen en daarmee iets te doen aan het obesitasprobleem. Ruimte die uitnodigt om de fiets te gebruiken um, en daarmee minder afhankelijk van de auto te zijn. Eigenlijk een ruimte die al die crisissen waar we mee begonnen adresseert. En ook een ruimte die ruimte biedt om te verdichten, waardoor iedereen een woning uh, kan hebben. Sturen dus op brede welvaart is uh, wat mij betreft sturen. Op de stad die je wil zijn. En um, die ruimte: ja, het is niet makkelijk, maar ik ben er wel van overtuigd dat het kan. Om die ruimte te maken. Dank je wel.